Hallo, hallo, dag collega's. Ja, jullie hebben waarschijnlijk niet gedacht dat ik vandaag toch nog iets zou doen. Vandaag hebben we zelfs een tête-à-tête. Of nee, liever een eel-to-eel. Ik laat jullie vandaag even meegenieten van enkele impressies van de lente. Pasen valt niet voor niets in de lente. Zoals de boodschap van Kerstmis uitkomt in de donkere periode van december, met de verwachting en de komst van uw licht, zo is Pasen verbonden met de periode van het jaar waarin de natuur opnieuw ten volle tot leven komt. Overal hernieuwt de wereld zich rondom ons. Jonge planten en dieren, kortom, nieuw leven. Laten we vandaag ook genieten van al het moois rondom ons. Pasen, nieuw leven vleugels geven. Begeesterd worden om nieuw leven zichtbaar te maken. Hela, ja jij. Kijk eens in je koffer. Zie je daar een potje met een pluim? Gluur maar eens in het potje. En geniet mee van het volgende verhaal. Kijk, oma, riep Lou. Voorzichtig opende ze haar handen. Een kleine witte eierschaal. Bovenaan een flink gat. Helemaal kapot. Ik dacht, oei, wat erg. Ik ga haar moeten troosten. Maar nee hoor, wanneer ik haar stralende lach zag, werd ik zelf ook weer blij. Ze vertelde heel enthousiast. Kijk, hij heeft leren vliegen. Kijk dan, helemaal leeg. Ze huppelde verder en nam me mee naar buiten. Ze wees naar een boom in de tuin. Kijk eens naar de top van de boom. Er zitten wel 20 mezen in. Tja, zei ik. Volgens mij zit hij daarbij. Wat fijn dat hij nu eindelijk mee kan doen met de rest. Ik knipperde even met mijn ogen en keek naar de lucht. Blauw en toch nog een beetje koud. Ondertussen had Lou een bosje gras geplukt. Ruik eens. Toe, ruik eens. Ruik eens in de lucht. Ruiken jullie ook de lente al?